En wij kunnen ons zo voorstellen dat u nu denkt, hey, hebben wij hier de voorzitter van de SER te pakken? Tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van Pharos, dan hebben we wel wat te vragen. Nou, dan hoop ik werkelijk dat u de moeite wilt doen om die vraag even kort en bondig te formuleren. Dan komt hij naar hier en dan kan ik hem dadelijk doorsluizen naar Mariette Hamer. En niet alleen naar haar, ook haar beleidsmedewerker van de directie Sociale Zaken, Piet van den Rijen, zal er zijn. En zij zullen samen die vragen gaan beantwoorden. Goed, Mariette Hamer, ik ga eens even bewegen en kijken of zij dadelijk hier is. Nou, daar is ze. Nou, wat ontzettend fijn. Mevrouw Hamer, u bent thuis. U geeft het goede voorbeeld. Ja. Iedereen binnen de SER werkt thuis, heb ik het idee. Dat klopt toch, hè? Ja, zeker. Naast dat wij de SER hebben, hebben we sinds het begin van de coronacrisis ook de denktank coronacrisis ingesteld, waarin we voor en achter de schermen met het kabinet meedenken. We hebben ook een advies gegeven over thuiswerken. Dus wij vinden dat we bij de SER echt het goede voorbeeld moeten geven. En soms ja, een beetje ronde ogen, maar we blijven volhouden. Hartstikke goed. Dus dat vinden we belangrijk. Ja. Zeg, mevrouw Hamer, mag ik u uitnodigen om ons eens mee te nemen in uw visie? Want wij praten over het terugdringen van gezondheidsverschillen. Hoe kijkt u naar dat fenomeen? Wat vindt u eigenlijk van de huidige aanpak? Doen we de goede dingen? En daarnaast vraag ik me ook af, wat vindt u? Kunnen we met gemeenten nog meer impact maken wellicht dan dat we nu doen? Ik geef u heel graag het woord en nodig u daarna uit om de vragen in ontvangst te nemen die de deelnemers vandaag aan deze studiedag aan u willen stellen. Ik geef u het woord. Dank u wel. Ik hoop dat ik in mijn inleiding eigenlijk al een hele hoop vragen kan voor zijn om een compleet beeld te geven. Allereerst wil ik toch nog even zeggen dat ik ontzettend blij ben dat ik hier vandaag mag spreken. Inderdaad als voorzitter van de SER, maar zoals u al meldde ben ik sinds september ook voorzitter van de Raad van Toezicht van Pharos. En ik vind dat onderwerp van het terugdringen van sociaal-economische gezondheidsverschillen heel erg belangrijk. Ik ben daarnaast, vertel ik ook nog maar even, ook nog voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Lezen en Schrijven, die zich weer met andere verschillen bezighoudt, maar die wel heel erg raken, zal straks ook nog wel terugkomen in mijn verhaal, aan die sociaal-economische gezondheidsverschillen. Nou, dus uit die twee functies, die twee nevenfuncties, kunt u al merken dat ik erg betrokken ben, ook persoonlijk, bij dit onderwerp. En waarom nou? Omdat we het natuurlijk eigenlijk heel schrijnend vinden dat het nog steeds zo is dat de plek waar je wiegje staat, zoals de Hans de Boer, voormalig voorzitter van VNO, dat altijd zo uitdrukte, dat het nog steeds uitmaakt waar je wiegje staat over hoe het verder kan gaan in je loopbaan. Dat je er heel erg hard aan moet knokken om dat te veranderen. En dat die loopbaan dus ook weer heel vaak van grote invloed is en waar je geboren bent op die sociaal-economische gezondheidsverschillen ook. Zo heeft dat natuurlijk allemaal met elkaar te maken. Ja, en wat wij bij de SER, maar ik ook persoonlijk zeer nastreef, is dat we toch gelijke kansen willen hebben in die samenleving. En het feit dat een aantal dingen bijna overerfbaar zijn, als ik het zo mag zeggen, sociaal-economische verschillen op het gezondheidsterrein, ook op werkloosheidsterrein, ook op onderwijsterrein nog steeds zo. En dus waar je vandaan komt bepaalt nog steeds heel veel van waar je ook terechtkomt. En helaas dus ook je levensverwachting. Ja, dat is toch iets wat ons ontzettend raakt, want we willen elk kind, maar ook elk mens eigenlijk al die gelijke kansen geven. En het is daarom jammer dat we nog steeds moeten constateren dat als je voor dat bubbeltje geboren bent, die mooie uitdrukking die mijn moeder al had, dat je ontzettend moet knokken om toch dat kwartje te worden. Maar ik wel zeg, het kan wel. Ik ben daar zelf ook een voorbeeld van. Maar het is wel hard knokken. En nou, wij willen heel graag, en ik wil dat ook heel graag zelf doen, meeknokken om dat voor al die mensen, al die kinderen, mogelijk te maken. En dan hebben we het dus over kansenongelijkheid in het onderwijs, kansenongelijkheid op de arbeidsmarkt, maar dus ook, en daar gaat Pharos natuurlijk heel erg over, over de kansenongelijkheid met je gezondheid. En we zien echt nog steeds grote verschillen in gezondheid en levensverwachting tussen mensen met een lage en mensen met een hoge opleiding. Nou, daar willen we echt iets aan doen. Nou, dat is denk ik ontzettend belangrijk, omdat
echt met elkaar te doen. En dus ik denk dat het heel belangrijk is om, nou ja, het feit dat dat nog steeds is, en we zagen weer uit de laatste cijfers van CBS, hè, dat die kansenongelijkheid nog steeds aan het groeien is, de corona ook niet minder, ik kom daar straks nog even op terug. Dus het is heel belangrijk om met elkaar op te trekken, en dan heb ik het over burgers, maar ook de maatschappelijke organisaties, en natuurlijk, hoe kan het anders vanuit de SER, maar ook de sociale partners, het bedrijfsleven, maar ook de vakbeweging die dicht bij mensen staat. Samen moeten we daar iets aan doen. En dat moet dus ook in samenspraak. En daarom ben ik zo blij met die mooie dag die u vandaag heeft. Want u bent daar ook in samenspraak mee bezig. Dus dat gaat ook over u. Tweede vraag die mij gesteld was, is wat ik vind van de huidige aanpak over de sociale, economische gezondheidsverschillen en kansenongelijkheid. Daarom wil ik het eigenlijk graag hebben over preventie. Want preventie kan ontzettend veel betekenen om juist te voorkomen, in plaats van dat je achteraf moet ingrijpen. En dat is de reden geweest dat de SER, sociale partners, bedrijfsleven, vakbeweging, samen met vele anderen, waaronder de Federatie voor Gezondheid en de GGD onder andere, maar ook daarbij betrokken VAROS, 4 jaar geleden heeft aangegeven dat preventie echt een hele belangrijke plek nodig heeft in het regeerakkoord. En gelukkig hebben we dat voor elkaar gekregen, want in dat regeerakkoord kwam ook dat preventieakkoord. Nu gericht op roken, overgewicht en alcohol, om daar veel prioriteit aan te geven. Daar zijn goede afspraken over gemaakt. Er zijn heel veel initiatieven bezig. En we zien eigenlijk dwars door die 3 thema's heen dat vraagstuk van die sociaal-economische gezondheidsverschillen daar goed doorheen lopen. Er wordt steeds over gesproken, wordt ook extra door gemeenten opgelet. Hoe zit het juist met die groep? Dat is denk ik een hele grote stap vooruit. En de mooie bijvangst is dat er een brede maatschappelijke beweging op gang is gekomen. Juist ook voor die sociaal-economische gezondheidsverschillen. Natuurlijk, zeg ik ook eerlijk, we zijn er nog niet. Ook als je naar de effecten kijkt van die 3 onderwerpen, dan is er echt nog veel te doen. Maar laten we positief blijven, het begin is er. Laten we ook hopen dat het wordt doorgezet in het volgend regeerakkoord. En dat er ook nog een verbreding plaatsvindt. Daar zal ik zo nog weer iets over zeggen. Maar het is wel belangrijk dat er nu begonnen is. In dit kader wil ik ook graag uw aandacht vragen voor de verkenning die de Sociaal-Economische Raad recent heeft uitgebracht. Zorg voor de toekomst. U kunt die allemaal vinden op onze website. En daar zeggen we eigenlijk een belangrijke les uit het huidige preventieakkoord. Is dat het vraagt om een langetermijnvisie met consistent en meerjarige inzet van het kabinet. Dus niet 1 kabinetsperiode, niet 2. Ja, maar wel 10 of 20 jaar misschien. En je ziet, we zijn met die gemeenschap ook op reis geweest, bijvoorbeeld naar Finland. En je ziet dat als je dat meerjarig in kabinetten neerzet, dat er dan spectaculaire effecten kunnen zijn. Dan is het ook belangrijk dat er een integrale preventie is. En die gaat over de samenhang tussen werk, huisvesting, veiligheid en schulden. En dan gaat het dus wel ook nog steeds om die gezondheidsverschillen. Maar niet alleen om dat in het hokje van gezondheid op te lossen. Maar juist ook bij die andere onderdelen. En ga uw eigen leven maar na. U bent ook niet te knippen in alleen uw gezondheid. Maar ook uw welzijn op het gebied van andere aspecten. Uw opleiding, uw werk, uw veilige gevoel. Wel of niet stress. Het maakt allemaal uit. En het is dus ook belangrijk dat we op dat overheidsbeleid naast zo'n integrale aanpak kijken. Er is dus verbreding en verdieping nodig. Wij zeggen van nazorg naar voorzorg. Een hele belangrijke beweging en verdieping en verbreding die met minder verblijvendheid met alle betrokkenen tot stand moeten komen. En wat ook belangrijk is, dat we denken vanuit die burger, dat we denken vanuit de mensen zelf en niet zeg maar van bovenaf blauwdrukken verzinnen, maar echt goed zorgen dat we inspelen op de mensen zelf. Daar is natuurlijk ook bij zo'n preventieakkoord en dat meerjarige beleid, financiering,
een organisatie nodig. En daar is natuurlijk ook gebruik te maken. En dat zien we in corona, hoe belangrijk dat kan zijn. Van de digitalisering. Nou, u kunt dat allemaal terugvinden in onze verkenning. Kijk op de website van de SER en u kunt daar overigens veel meer nog ook over die sociaal-economische gezondheidsverschillen en die brede aanpak vinden. Dan de derde vraag die mij gesteld was, was kunnen gemeenten daar nou impact op hebben? En hoe kijk je daar tegenaan? Ik denk dat het heel belangrijk is juist dat die gemeenten een rol hebben. Omdat het er niet om gaat die gezondheidsproblemen als een geïsoleerd iets benaderen. Maar als onderdeel van het leven van mensen. En ook niet als een individueel probleem. Maar ook om goed te kijken naar waar ik mee begon. Wat is nou het effect van waar je wiegje heeft gestaan? En dan hebben we het over onderwijs, wonen, werk, inkomen, sociale contacten, een veilige en groene omgeving. En ga zo maar door. Dat ook allemaal heeft betrekking. En dan is natuurlijk de gemeente de uitstekende plek waar dat samenkomt. Maar we moeten wel oppassen. Want we hebben natuurlijk aan de decentralisaties geleerd dat we ook vaak denken, ja, dan leggen we het bij die gemeente en dan gaan die de wonderen wel verrichten. Zo gemakkelijk is dat natuurlijk niet. En dat betekent dat je natuurlijk moet zorgen dat je die gemeente dan ook ondersteunt en dat je zorgt dat ze het werk ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren. En dat is bij juist die sociaal-economische gezondheidsverschillen best hardnekkig. Dus ik zou ook de gemeente willen oproepen, zoek hulp. Zoek hulp bij de zorgverzekeraars, bij die maatschappelijke organisaties, maar ook bij dat bedrijfsleven, wat graag hierop iets wil doen. En werk natuurlijk uiteindelijk heel goed samen met elkaar, leren ook van elkaar. Ik kom net uit een overleg over leven lang ontwikkelen, waar we een grote groep bij elkaar hebben gebracht in een initiatiefgroep. Dan proberen we een preventieakkoord ook te doen. Juist het leren van elkaar kan heel erg belangrijk zijn om goede voorbeelden te delen. En natuurlijk even over je hoofden heen een oproep aan het Rijk. Zorg dan ook, als we zoveel taken bij die gemeente neerleggen, dat ze daar de middelen voor hebben. En dan heb ik het over financiële middelen, maar ik heb het ook over ruimte om dat werk goed te doen. Ten slotte was mij de laatste vraag gesteld om in mijn inleiding iets over te zeggen. En dat gaat over corona. Hoe kijk ik tegen de aanpak van gezondheidsverschillen aan in het licht van corona? Nou, ik heb al in heel veel inleidingen gezegd, ik zie eigenlijk dat corona een soort vergrootglas legt op de problemen die we eigenlijk al hadden gezien, waar we soms wel en soms niet mee bezig waren. Maar dat we wel echt zien dat het de mensen die die risico's lopen extra hard aanpakt. We zijn op dit moment bezig bij de SER met een kennisdocument over specifieke doelgroepen. Daar proberen we ook een aantal van die dingen samen te brengen. Maar je ziet dat de mensen met overgewicht, dat maakt het nu echt heel duidelijk, echt het eerste risico lopen om die corona te krijgen. En daarachter weg gaan natuurlijk een heleboel van die dingen die ik net heb gezegd. Dus het is heel belangrijk om corona in die zin ook te benutten als een wake-up call. Wat we wilden gaan doen aan die sociaal-economische gezondheidsverschillen is extra hard nodig. En dat begint bij kinderen, maar dat gaat eigenlijk het hele leven door. En ik geloof dat ik daarmee net, kijk ik even naar de voorzitter, binnen de tijd van mijn inleiding ben gebleven. Dus laten we ruimte nemen voor vragen. Ik zeg even bij, ik moet echt om 11:15 naar de volgende vergadering. Maar Piet is erbij, dus die kan de vragen ook beantwoorden. Want Piet is mijn rechterhand als het gaat bij de SER om al deze onderwerpen. En ook een grote promotor en initiator van het preventieakkoord. Dank u. Mariette Hamer, wat een fijn verhaal. Heel goed. En dat geeft inderdaad allerlei haakjes om toch nog eens even met elkaar door te spreken. Ik roep u, kijkers op het online platform, nog eens een keer zeer op om uw vragen te stellen. Nu hebben we haar nog zeker een kwartier bij ons. En Piet van den Rijen ook daarna nog even. Goed. Wat heb ik u nou allemaal horen zeggen? Ja, terugdringen van achterstanden, gezondheidsverschillen. Het is een zaak van de lange adem, van de lange termijn. Dat wil nog wel eens in de war lopen met kabinetsperiodes, met overheidsbeleid. Het moet dus strategisch langer kunnen.
U zegt, het vraagt echt om een integrale aanpak. Van enkel uit het sociale domein gaan we er niet komen. Nee, het betreft armoede, het betreft ruimte, werk en eigenlijk bijna alle domeinen en sectoren. U zegt ook van, zet die bewoner centraal bij alles wat je doet. Nou, dat komt allemaal, dat klinkt u waarschijnlijk allemaal, beste kijkers, als muziek in de oren. Ik hoorde u wel één ding zeggen. Ik dacht, goh, wat zou mevrouw Hamer daarmee bedoelen? U zei in relatie tot die gemeenten. U zei van, ja, dat Rijk moet niet alleen ervoor zorgen dat de gemeente handelen kan met betrekking tot de financiën, dat ze die hebben, maar ook ze moeten de ruimte krijgen om te handelen. Wat bedoelt u met de ruimte die het Rijk moet bieden? Nou, ze hebben natuurlijk de neiging, als je kijkt vanuit het landelijk perspectief, om veel te willen regelen. En dat was eigenlijk ook een reden dat we met elkaar zeiden, je weet, ik heb ook lang in de politiek gezeten, op een gegeven moment, ja, maar we regelen eigenlijk te veel vanuit het landelijke. Dat moeten we naar die gemeente leggen. Hè? Dat was de kern van de decentralisatie. Alleen je ziet dat het dan toch een ontzettend spanningsveld blijft. Zodra er dan weer iets gebeurt, ja, dan wil landelijke politiek toch weer ingrijpen. Wat we bijvoorbeeld ook merken, zeer legitieme vraag, bijvoorbeeld van sociale partners en met name de bedrijven. Als het in de ene gemeente zus is geregeld en de andere zo, dan is het soms ook verwarrend. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we voor de komende kabinetsperiode in gesprek gaan. Hoe kunnen we het nou wel overzichtelijk maken? Hoe kunnen we nou wel een aantal kwaliteitskaders met elkaar ontwikkelen, waar ook gemeenten het gevoel van hebben dat zijn reële kaders. Maar niet zeg maar allemaal weer van bovenaf gaan verzinnen hoe het in die gemeente precies moet. Want dan raken we kwijt wat we nou juist graag willen en dat is dat maatwerk. Maatwerk en die eigenheid van gemeenten, hè, die moeten we natuurlijk ook hun plekje laten houden. Ik krijg een vraag, mevrouw Hamer, van Margriet de Jager. Zij vraagt zich af, kunnen we niet beter de budgetten herverdelen? Dus niet meer geld, maar andere inzet op brede gezondheid en leefomgeving en het voorkomen van schulden. Ja, ik denk dat het een beetje allebei waar is. Ik denk dat er niet altijd alleen maar meer geld is. Maar je ziet wel op een aantal terreinen die hier aan raken. Nou, ik denk maar even aan de jeugdzorg. Dat de gemeenten wel echt in de knel zitten. En om maar een heel simpel voorbeeld te noemen. Geen indexering. Ik noem maar een heel simpel voorbeeld. Voor de middelen voor laaggeletterdheid brengt heel veel gemeenten in de problemen. Dus dan hebben we het gewoon over de jaarlijkse groei van het budget op grond van de kosten. Dat zijn wel echt dingen waar we aandacht aan moeten besteden. Dat hele terrein van preventie is nieuw. Is heel lang gezien als een kostenpost. Is ook moeilijk om in de modellen, daar praten wij zelf met onze kroonlid vanuit CPB natuurlijk ook over, om het als opbrengst te berekenen in begrotingstermen. Maar het is natuurlijk wel een opbrengst. Uiteindelijk levert het op. Dus mag je er ook, zeker in periodes, als het op gang moet worden gekomen, extra geld insteken. Maar ik ben het zeer eens met de vraagsteller. Laten we ook kijken naar wat we handiger kunnen inzetten. Ja, handiger inzetten en wellicht herverdelen. Een andere vraag van Astrid van den Broek, en dat is ook alweer zo'n interessante vraag. Ze zegt, wat is er nou eigenlijk echt nodig om dat lange termijn beleid op gang te krijgen? Want we lijken ook zo een beetje met de rug tegen de muur te staan vanuit het veld, dat je zo afhangt van of dat lange termijn beleid ook werkelijk vorm krijgt. En dat we niet aan de waan worden overgelaten. Wat kunnen we met elkaar doen om het op gang te krijgen? Ja, nou ja, het vraagt natuurlijk een stukje beheersing eigenlijk van de politiek. He, dus elk kabinet wil natuurlijk zijn nieuwe eigen beleid neerzetten. En gelukkig hebben we nu een kabinet wat de rit uitzit. Tenminste, daar ga ik even vanuit, want maart komt nu steeds dichterbij. Maar we hebben ook periodes gehad waarin kabinetten toch heel snel wisselden. En dan elke keer kwam er weer nieuw beleid. En ik denk dat het heel belangrijk is, en daar gaan we ook zeg maar, met onze initiatiefgroep voor preventie voor pleiten, dat we gaan voortbouwen op wat er de afgelopen 4 jaar is neergezet. Dat we het gaan verbeteren, dat we nog meer dingen gaan doen. Maar niet dat we weer helemaal opnieuw gaan beginnen. Want dat is juist zo frustrerend voor de mensen in de uitvoering. Ja, en soms kan het helpen als de Kamer daar zichzelf ook aan houdt. Ik heb zelf ooit een motie ingediend rondom het onderwijs. Toen we in de vorige crisis moesten gaan bezuinigen. Van laten we dat nou niet op onderwijs doen. Die motie heeft het geloof ik 3 kabinetten overleefd.
Nou, wie weet kunnen we zoiets voor preventie ook doen. Ja. Ook hierin hebben we elkaar ongelooflijk hard nodig. Hè? Edith Smulders vraagt het volgende. Heeft u nog een advies over de afweging die gemeenten moeten maken tussen investeren in gezondheidsverschillen en soms de noodzaak tot bezuinigen? Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Ja, wat mij betreft heeft dit echt een hele hoge prioriteit. Dus ik zou zeggen, kijk heel goed. We kunnen het ons eigenlijk niet permitteren om hierop te bezuinigen. Ik snap als geen ander dat je ook op gemeenteniveau ook vaak gedwongen en tegen je zin. Daarom noemde ik net even dat voorbeeld van die indexering bij dat laaggeletterdheid. Soms word je ertoe gedwongen. Maar dan hoop ik dus ook dat gemeenten met elkaar een vuist maken. Toch echt te zeggen, op dit terrein kan dat bijna niet. We kunnen ons dat als samenleving, en we zien nu met corona ook wat het ons kost als we elkaar niet vasthouden in die zin als burgers en samenleving. Ja. Kost het uiteindelijk de hele samenleving veel. Ja. U zei straks iets over de gemeenten. Ik geloof dat u letterlijk zei, gemeenten zouden misschien ook meer hulp, als ik het goed hoorde, moeten vragen bij de zorgverzekeraars. En ook het bedrijfsleven die aan wil sluiten om ook de goede bewegingen te maken. Welke rol ziet u eigenlijk in dat samenspel tussen gemeenten en zorgverzekeraars en bedrijfsleven? Wat is dat voor een spel? Nou, ik denk wat wij merken bij het preventieakkoord, want we praten natuurlijk gezamenlijk met partijen, maar ook individueel, dat men eigenlijk allemaal dezelfde kant uit wil. En graag hier iets aan wil doen. De ene zorgverzekeraar wat meer dan de andere. Maar er zijn zeker een aantal die daar echt het voortouw in willen nemen. En het zou dus heel belangrijk zijn als gemeente en zorgverzekeraars, maar ook het bedrijfsleven, ook VNO, die daar echt aan het trekken aan is aan dat hele preventieakkoord. En die gedachte dat we echt wat moeten doen aan die sociaal-economische gezondheidsverschillen, waarover ze ook op bedrijven natuurlijk naar gekeken kan worden. Als ze met elkaar in gesprek gaan over hoe kunnen we elkaar nu helpen. En wij hebben natuurlijk, dat gaat al beter hoor, vind ik, op het terrein. Dus ik wil daar echt positief geluid over afgeven. Maar het kan nog beter. Want wij hebben natuurlijk in Nederland echt als geen ander land. Dat zie je eigenlijk bijna op alle terreinen. Of je nou de kinderopvang, het onderwijs of wat dan ook hebt. We hebben erg de neiging om voor elk probleem een eigen hokje in te richten. En het van daaruit op te lossen. En ja, het zou ontzettend helpen als we samenwerken. Ja, sluit eigenlijk best aan bij de vraag van Rudy van den Berg. Want hij vraagt zich af wat u ziet in de kansen voor een herverdeling. Ofwel misschien zelfs het nieuw opzetten met behulp van het zogenaamde kavelmodel. Dus waar je meer focust op meer gezondheid en minder zorg. Ja, dat is eigenlijk, ik heb niet meteen een associatie, maar dat moet u mij niet kwalijk nemen bij het kavelmodel. Maar dat krijg ik volgens mij aflopen uitgelegd. Wij noemen het eigenlijk van nazorg naar voorzorg. We hebben dus de neiging in de hele breedte om eigenlijk pas de problemen op te gaan lossen als ze zich hebben voorgedaan. Nou, goed voorbeeld daarvan, even uitstapje naar een ander terrein, is toch wat wij in Nederland met de voorschool, de kinderopvang doen. We beginnen laat, we gaan ook dan kinderen weer, de kinderen met een achterstand, apart zetten. En juist als je dat veel meer eerder begint, hoef je ook op de basisschool veel minder achterstanden in te halen. Nou, dat is een voorbeeld waar iedereen beeld bij heeft. Datzelfde geldt voor die sociaal-economische gezondheidsverschillen, die overigens ook nauw hiermee samenhangen. Dus die voorzorg is echt heel belangrijk. En dat kan ons dus ook later, ook even in de financiële berekening, veel opleveren. Want dan hoeven we niet al dat achterstandsbeleid en alles helder te doen. Ja. Dus als dat een kabel is, ik weet het niet. Dan gaan we het nog later over hebben. Want Robert van Bokhoven heeft zich gemeld, ook met een vraag. Hij vraagt zich af, als het gaat om dat terugdringen van die gezondheidsverschillen, ziet u dan een rol voor de digitale zorg? Sowieso voor de digitalisering hierin? Nou, ik denk dat we op het ogenblik echt een ongelofelijke sprong aan het maken zijn met digitalisering. Neem alleen al het feit wat wij hier vanochtend doen. En je ziet dat ook in de gezondheid. We hebben daar, verwijs ik toch maar weer even naar dat CER-advies, echt veel over geschreven. Misschien kan Piet daar straks ook nog iets over zeggen. Maar wij zien daar echt grote kansen, waarbij we wel steeds zeggen, kijk ook naar de menselijke maat, juist mensen
Met gezondheids, sociaal-economische gezondheidsverschillen. Die lage C, zoals we dat vaak noemen. Hebben natuurlijk moeite met lezen en schrijven. Hebben extra moeite met digitalisering. Dus ja, we moeten dat wel erbij houden. Dat we ook daar meteen dan tegelijkertijd in investeren. Maar dan kan het ons heel veel kansen geven. Ja. En daar zijn natuurlijk al prachtige voorbeelden. Hè? Ook daar waar de laaggeletterdheid een feit is, dat je dat op een hele andere beeldende manier doet met apps en andere toepassingen. Ja, ook die voorlichting. Hè? Daar heeft VAROS net een heleboel aan gedaan. Dus dat is heel belangrijk. Juist ook in coronatijd. Ja. Zeg, en Rudy van den Berg die vraagt zich af, moet gezondheid niet meer het uitgangspunt zijn in plaats van zorg? Zou gezondheid leidend moeten zijn? Ja, precies. Eigenlijk ga ik dan een beetje herhalen wat ik zei bij die voorzorg naar die nazorg. Maar het is natuurlijk heel belangrijk, ook daar zie je een ontwikkeling in. Dat we zeg maar, en de gezondheid ook als het ware als een breder begrip zien. En niet alleen over fysieke gezondheid, maar ook mentale gezondheid. Het grootste probleem, we hebben een jongerenplatform bij de SER. Het grootste probleem wat jongeren aangeven is stress. En mentale gezondheidsproblemen. En ook die zien we weer sterker bij jongeren met een mindere opleiding of met het ontbreken van een goed sociaal netwerk. En want dat wordt ook steeds belangrijker. Dus in die zin, als we dat vangen onder de term gezondheid, zeker. Dan past dat. Zeg, ik kijk een beetje naar de tijd, hè? Want ik probeer u goed op tijd te laten gaan naar uw volgende bijeenkomst. En dan zijn we zo blij dat uw collega Piet van den Rij nog bij ons is. Maar toch even een laatste vraag aan u. Hè. Wat vindt u nu, wat is er nou echt nodig om die gezondheidsdoelen van het preventieakkoord van 2040, u heeft het ook benoemd in uw voordracht, wat is nou het allerbelangrijkste om die doelen met elkaar te gaan halen? Ja, om zeg maar het nu niet meer uit ons handen te laten vallen. Maar het echt met veel passie, ambitie en samenwerking en met de bijbehorende middelen door te zetten. En dus dat is misschien wel mijn allerbelangrijkste boodschap. We hebben iets gestart. Altijd nog kritiek op te leveren, kan altijd beter. Maar we moeten nu wel doorpakken, want corona heeft ons echt geleerd en laat ons dagelijks zien hoe hard dat nodig is. Ja. Zo fijn dat u bij ons was. Heel graag gedaan. Hartstikke goed. Heel veel succes vandaag verder. Dank. Okay. Veel dank aan Mariette Hamer, zo fijn, de voorzitter van de SER. Maar ik ga meteen kijken of Piet, ja, daar is hij toch. Piet van der Rijen, welkom, beleidsmedewerker directie Sociale Zaken, collega van Mariette Hamer. Hartstikke fijn, want de vragen zijn nog niet op hier vanuit de jaarbeurs. Dus u schuift zo lekker in, hè? Ja, prima. En u heeft het gesprek net meegekregen, denk ik, hè? Ja, al. Ik heb het gesprek helemaal meegekregen. Ja, heel goed. Wim de Jong die vraagt zich af, we hebben het er net over gehad met Mariette, gezondheidsbevordering, dat gaat toch verder dan enkel preventie en voorzorg? Want dat is waar ze inderdaad natuurlijk net erg op inzetten. Gezondheidsbevordering is toch meer dan enkel dat? Jazeker, we hebben in de verkenning waar Mariette Hamer zojuist al naar verwees een paar keer, uitgebreid stilgestaan dat gezondheid niet alleen maar is gezondheidsbevordering of leefstijl, maar dat ook heel erg samenhangt met de sociaal-economische context van mensen. Hoe ze wonen. Hebben ze een goede woning of niet? Hebben ze werk of niet? Hebben ze toegang tot digitale middelen of niet? Is de wijk goed ingericht zodat de kinderen kunnen spelen? Kunnen zij zelf naar school? Is er toegang tot sport, et cetera? Dat is dus een breed begrip waar we naar kijken. En we hebben in de verkenning ook juist gezegd, gezondheid is niet alleen iets wat in de zorg een onderwerp is, maar ook juist daarbuiten. Daar is nog misschien wel meer winst te halen als je het hebt over gezondheid en gezondheidsverschillen, dan wellicht in de zorg zelf. In de zorg, als we daar met mensen te maken krijgen, dan is er al iets, dan is er al een reden om naar iets naar te kijken. En het is ook heel belangrijk om juist daarvoor te kijken in de brede context van mensen. Ja. Wonen, huisvesting, schulden, werk, de inrichting van de wijk, onderwijs, ja, et cetera. Dus het is zeer nadrukkelijk breder dan gezondheid, ja, en zorg. Wat nou zo mooi is, is de mensen die hier vandaag ook aangesloten zijn vanuit onder andere de gidsgemeenten. Daar gebeurt dit, hè? Daar proberen mensen op maat elkaar te vinden, domeinoverstijgend. De man of de vrouw van ruimte, net zoals van arbeid, als van gezondheid. En dan zie je dat dat in de buurten, in de wijken, tot grote successen kan leiden.
Dat zou je ook wensen richting de gemeente, de domeinen aldaar, en ook richting een overheid. Hoe vindt u dat dat gaat? Kijk, het lijkt alsof in het veld dat makkelijker gaat, dat domeinoverstijgende, terwijl we het ook zo nodig hebben op het lokaal bestuur, het middenbestuur en het Rijk. Jazeker, we zien dat er op heel veel plaatsen in het land heel veel gebeurt. Er heel goed wordt samengewerkt, heel veel mooie initiatieven lopen. Wat we nu juist op centraal niveau bepleiten is dat er ook een goede ondersteuning moet komen om al die initiatieven vast te kunnen houden. Meertheim heeft net al gesproken over structurele financiering voor preventie en alles wat daarmee te maken heeft. Maar ook dat we die initiatieven die onder het preventieakkoord liggen door kunnen gaan. Dus daar moet een hele infrastructuur omheen zijn die al die initiatieven kan bestendigen, door kunnen laten gaan. En we zijn ook aan het nadenken over de vraag, hoe kun je nou zorgen dat al die initiatieven die er lopen, dat die ook breder bekend worden in het land. Dat mensen van elkaar kunnen leren. Dat goede initiatieven in het ene deel van het land inspiratie kunnen vormen voor initiatieven ergens anders in het land. Ja. Dat blijkt vaak lastig te regelen. Daar moet goed over worden nagedacht. Net als dat gezondheid niet het enige ding is wat het gedrag van mensen bepaalt, maar zijn ook druk bezig met schulden of met werk, met huisvesting, de gezondheid van hun kinderen, blijkt het lastig te regelen, want ook daar moet financiering en een organisatiestructuur onder zitten en stimulering. En dan hebben we ook te maken met verschillen in wetten, waar schotten bestaan, die soms samenwerking juist belemmeren, waar we dat heel erg wenselijk vinden. En daar moeten we ook goed naar kijken, want daar moeten we kijken of dat financieel kan worden ondersteund, maar ook ruimte kan worden gemaakt voor partijen op lokaal niveau om die lokale verschillen goed op te kunnen pakken. Ja, want even, daar komt in dit kader, heb ik een mooie vraag van Margriet de Jager hiervoor staan. Maar nog even, u zei net van het is hartstikke moeilijk om met elkaar te delen welke goede voorbeelden er zijn. Maar daarvoor is deze studiedag. Toch, dat is precies wat we doen, wat u zegt. Want dat is wat natuurlijk ook vanuit een VAROS in relatie tot Platform 31. Dat is wat we heel erg vieren vandaag. Tenminste, dat hoop ik dat dat dadelijk ook of straks in die workshops is gebeurd en dadelijk nog. Want die voorbeelden, ze zijn er en het zijn er ook steeds meer. Zeker. Maar Margriet de Jager die meldt zich hier en zij zegt het Rijk moet inderdaad ruimte geven, moet inderdaad loslaten, moet echt vertrouwen geven. En dat zegt zij vanuit haar hoedanigheid ervaring als 10 jaar wethouder in Deventer. En de vraag is, hoe kunnen we het Rijk nou helpen om dat ook te durven, om dat te doen? Ja, dat is, meneer Hermer had het al eerder al uitgebreid over, dat is in de praktijk een hele lastige. Je ziet eigenlijk al 2 bewegingen. Eén, ook bij de Serben bepleit om ruimte te geven aan de zorgprofessional. En we zien dat er een overmaat aan regeldruk is, verantwoordingseisen, wetten die samenwerking belemmeren, et cetera. Dus we hebben gezegd, daar moet meer ruimte voor komen. Maar we zien ook dat dat in de praktijk vaak lastig is om dat op een manier goed te regelen. Maar we vinden wel dat we daar moeten kijken. En dat betekent inderdaad het balanceren tussen ruimte geven en verantwoording afleggen. We hebben vorig jaar een hele grote bijeenkomst gehad bij de CERG met 70 mensen uit de zorgprofessionals. Ja. Die klagen allemaal over verantwoordingslasten, gebrek aan ruimte en waardering voor hun professionaliteit. Daar moet zeker ruimte voor komen en dat moet op een manier ook mogelijk worden gemaakt in wet en regelgeving, ondersteuning in professies, protocollen. En dan zullen we een balans moeten vinden tussen verantwoording, want iedereen vindt wel dat met alle middelen die we in de zorg omgaan, dat er verantwoording nodig is. Maar er moet nadrukkelijk, zeer nadrukkelijk ruimte zijn voor lokaal maatwerk, ruimte voor zorgprofessionals, et cetera. Ja, zeg over verantwoording en bewijslast. Dat is mijn vertaling even. Dat sluit aan bij de vraag die ik hier van Edith Smulders voor zie staan. Want vaak, en dat de vraag is wat u van het volgende vindt. Vaak wordt gevraagd wat preventie nu financieel precies oplevert. Als dat niet direct helder gemaakt kan worden, dan sneuvelen vaak goede preventieplannen en winnen de argumenten het om eerst te werken aan tekorten. Bijvoorbeeld die vreselijke tekorten die er natuurlijk zijn in bijvoorbeeld de jeugdzorg. Wat zou nou uw antwoord zijn op de roep om opbrengsten van preventie hard aan te moeten tonen? Hoe gaan we daarmee om? Die bewijslast. Want dat is het haast, hè? Dat is het vaak. Op het moment, kosten zijn vaak heel makkelijk duidelijk te maken in projecten. Terwijl als je het hebt over de opbrengsten van preventie, dat is vaak een kwestie van lange termijn. 5 jaar, 10 jaar. Dat is een kwestie van lang en consistent volhouden van het beleid. En het probleem is ook vaak dat de ene partij investeert in preventie
dat de baten van preventie ergens anders terechtkomen. Dus we hebben voorgesteld dat je daar in ieder geval oplossingen voor moet vinden. En er zijn oplossingen voor, bijvoorbeeld in een aantal samenwerkingsverbanden waarin partijen, ook verzekeraars, deelnemen en zeggen: wij investeren eerst geld in preventie. We zien dat de baten later ergens anders terechtkomen, maar daar zijn contractuele oplossingen voor mogelijk. Social sharing, dat soort zaken. Dat is iets wat nog wel verder kan worden ontwikkeld, want dan breng je juist de dilemma's, de drempels waardoor het juist nu niet van de grond komt, bij elkaar. En maakt ook juist die samenwerking met verschillende partijen ook financieel mogelijk. Want die baten zitten vaak in de toekomst, maar die zijn er zeer nadrukkelijk wel. Ja. Zeg, het is eigenlijk ook een continue dynamiek waarin je met partijen elkaar moet zien te vinden. U heeft, en ook mevrouw Hamer heeft het gezegd, domeinoverstijgend. Het gaat er eigenlijk om dat je zicht hebt en oog hebt voor elkaars welbegrepen eigenbelang. Maar dat wil je wel opleiden naar dat gemeenschappelijk belang. En dat is dat zo snel als mogelijk terugdringen van die gezondheidsverschillen. Het wegwerken van die achterstanden. Vindt u dat wij het gesprek voldoende voeren en elkaars taal wel inmiddels spreken? Of dat nou is vanuit overheidslagen, zorgverzekeraars, bedrijfsleven. We hebben allemaal ons welbegrepen eigenbelang. Natuurlijk, we hebben een rol en een taak te vervullen. Maar dat moet wel in één lijn gaan naar dat totale doel. Hebben we elkaar voldoende in beeld met ons belang? Ik denk dat die belangen vaak wel helder zijn. En we zien dat voor een deel mensen dan soms worden belemmerd om het goede te doen. Vanuit het collectieve niveau, vanuit de gemeenschap gezien. Maar we zien ook dat er zeer nadrukkelijk wel een ontwikkeling de goede kant uit is. Een aantal jaren terug heeft Mirjette Hamer samen met andere mensen gepleit voor versterking van preventie. Dat is het preventieakkoord geworden. Dat was toen nog een boodschap met een van de velen. En vele boodschappen en wensen. We zien nu dat er toch echt met het preventieakkoord, waar heel veel organisaties in deelnemen. We zien nu met corona dat de noodzaak van meer inzet op preventie breder wordt gedeeld. En we zien dus eigenlijk ook dat er veel meer draagvlak is om met preventie een volgende stap te zetten. Dat partijen ook weer meer bereid zijn om over hun eigen grenzen en drempels heen te stappen. We zien dat aan de kant van verzekeraars, we zien dat aan de kant van gemeenten. We zien dat in termen van initiatieven bij het bedrijfsleven om met vitaliteit en gezondheid aan de slag te gaan. Dus er zijn veel ontwikkelingen de goede kant uit die aangeven dat we echt in een volgende kabinetsperiode gebruik kunnen maken van het draagvlak en het momentum om een volgende stap te zetten die echt verder gaat dan wat we nu doen. Goed zo. Zeg, dames en heren, als u nog vragen heeft, snel, hè, want we gaan zo dadelijk gaan we naar het volgende programma onderdeel, de flitsessies. Maar er is nu nog, als u een laatste vraag, een opmerking, een commentaar, deel het, hè, in de chat. Want anders heb ik hier nog tot slot, Piet van der Rijen, nog één vraag, toch even terug ook naar die Rijksoverheid. Wat vindt u nou? Moet de Rijksoverheid meer geld uittrekken voor dat lokale beleid? Jazeker. We zien dat preventie eigenlijk een beetje een soort ondergeschoven kindje is in het Rijksbeleid en in de zorg. Er gaat ontzettend veel geld in de zorg naar wat dan heet de cure en de care. Het genezen en het verzorgen van mensen, eigenlijk maar heel weinig naar preventie. Dat vinden we niet goed. We vinden daar meer geld naar preventie moet gaan. En dat iedereen die daarbij betrokken is, uiteraard een goede ondersteuning bij moet krijgen. Dat betekent financieel. Dat betekent organisatorisch, dan moeten samenwerkingsverbanden worden ondersteund. En dat gaat niet vanzelf, dat kost tijd, dat kost menskracht. Wij hebben als CER ook eerder gepleit dat er meer geld en structureel geld voor de financiering van preventie moet komen. Goed. Heel simpel ja dus eigenlijk. Ja, dat is inderdaad een ja, maar dan nog met argumenten omkleed en de weg daar naartoe. Ja. Dank. Ik dank u buitengewoon vanuit uw huis. U was bij ons op deze studiedag van Gezond In, waar we het over impact hebben. Dank voor uw bijdrage aan onze bijeenkomst vandaag.